eerst met een proost op onze nieuwe kersverse lid in de orde van Oranje Nassau, Mieke Monde. Is het een lintje gekregen? Ja, dus echt. Dat verwacht je niet. Ineke die had gisteren gebak. We hadden vergadering. En Ineke trakteerde op gebak. En wat leuk. Hij zei, ze moet je kijken, wat leuk. Plaatje wat erop zat, zo'n marsepeinen plaatje. En het was een strikje, dat was leuk. Ja, ze zei, kijk eens goed. Dat is niet gewoon. Oh, er was een lintje. Ik zeg, hé, die krijgt er hier een lintje. Je verwacht niet dat dat... Dat zei ik ook, ja, maar dat is voor andere mensen. Dat je denkt nooit dat dat voor jezelf is. Maar deze keer wel. Kunt u mij vertellen, wat heeft u allemaal gedaan voor de ouderen hier? Ik ben begonnen als vrijwilliger in het internetcafé. Omdat jongeren allemaal, nou, veel met computers, laptops, iPads, mobieltjes kunnen werken. Maar voor de senioren is dat vaak toch een stap te ver. Nou, zo ben ik computerles gaan geven. Ik dacht, dan leg ik het wel uit op een makkelijke manier. En dat was hier in het internetcafé. En toen ik op een ochtend kwam, was het hier mineurstemming, want de roef moest dicht en iedereen kreeg ontslag. En ik heb gezegd, nee, dat kan helemaal niet. Nou, in 2013 zou het vanwege het veranderend welzijnsbeleid van de gemeente Utrecht... zouden alle particuliere locaties sluiten. En dat zouden dan alleen maar Utrecht locaties worden. En nou, daar zijn we dwars voor gelegen. En met name Mieke, die is begonnen met handtekeningen. En die zei van ja, handtekeningen hebben we niks aan, want wat doe je er dan mee? Op de koudste dag van het jaar, 2013, 13 februari, het was bitter koud. Maar mensen gingen achter hun rollator in de rolstoel op de scootmobiel met toeters en belletjes. En ik had ooit van iemand geleerd altijd publiciteit zoeken. Dus ik had wel de krant en UTV of televisie allemaal gewaarschuwd. Dus het kwam breed uitgemeten, zoals nu mijn lintje, zo kwam dat uitgemeten in de kranten. Sloeg de gemeente natuurlijk wel op aan. Werd ik uitgenodigd voor een inspraakavond. Daar heb ik mijn zegje gedaan. En tegen de wethouder gezegd, van, ik kan het allemaal wel uitleggen, maar kom kijken. Heeft hij gedaan. En hij zag dat het goed was. En toen kon de subsidie geregeld worden en toen konden we beginnen. Als je Mieke belt, dan is ze er. En of je nou belt voor een computerprobleem, want dan gaat ze alsnog daar naartoe. Zodat de mensen ook weer rustig naar bed kunnen gaan en kunnen slapen. Maar ze heeft hier ook bij een bewoner zitten waken. Dat was een mevrouw die alleenstaand was. En die was gewoon bang en die wilde thuis sterven. En Mieke heeft met haar man samen een aantal nachten aan haar bed zitten waken. Dus dat is gewoon super. Doe dat zomaar eens voor een medemens, hè, die je eigenlijk alleen maar via de roef kent. En de buren ook. Ze helpt iedereen. Als iedereen zo zou zijn, dan zou de wereld gelukkig zijn. Dan zouden we ook geen oorlog hebben, denk ik. Nee. Ik wil dat de roef door blijft gaan. Dus ik wil ook dat als er mij iets gebeurt, dat de roef gewoon door kan gaan. Dat er een nieuwe voorzitter is. Dus je hoeft niet van vandaag of morgen er te zijn. Maar ik ben wel met de nieuwjaarsreceptie al begonnen met te zeggen van ja, ik ga er een keer mee stoppen. In november dit jaar. Als er niemand is, dan ben ik niet van de ene dag op de andere weg. Maar denk allemaal mee en denk aan een voorzitter. En ja, daar zijn een paar belangrijke dingen waar een nieuwe voorzitter aan moet voldoen. Hart voor ouderen. Dus niet beginnen met over die lieve oudjes, want het zijn gewoon allemaal mensen die toevallig wat ouder zijn dan anderen. Maar, je moet in kunnen springen als het nodig is. Je moet het leuk vinden om met een klein groepje, we maken een heel klein bestuur, om met een kleine groep te zorgen. Je moet kunnen lobbyen bij organisaties, gemeenten, je moet subsidie los kunnen krijgen. En,
ja, dat soort dingen. En naast dat je er volgens mij aan u te zien mentaal jong van blijft, wat krijg je er nog meer voor terug? Ja, ik heb gisteren die vraag heel veel gekregen. Wat is er zo leuk aan? Ja, je hebt mensen die zitten in een koor, die leggen ziel en zaligheid in een koor, of in schilderen, of in fietsen met een fietsclub, of in, nou, noem maar op, hobby's. Ja, dit is mijn hobby. Ik vind het gewoon leuk om bij mensen te zijn, met mensen te praten. En als er kleine probleempjes zijn, om mee te denken, hoe kunnen we dat oplossen? Dat is het eigenlijk, meer niet.